De regering houdt zich aan het sociaal contract welke is aangegaan met de samenleving. Onlangs vond de officiële ingebruikname plaats van de openbare tapkranen te Leiding 20. Nou, er is zeker langer dan een maand terug. Was ook de heer Marlon Oosterling, directeur van SWM hier, samen met DNA-lid Roselli Cotino. Ook met andere nog meer prominente. En ze hebben hier natuurlijk de bewoners gesproken. En de bewoners hebben natuurlijk hun behoefte kenbaar gemaakt, waaronder het ontberen van gezond drinkwater. Er is gelijk daarna door de heer Marlon Oosterling alle zaken voorbereid. En hij heeft een start gemaakt en vandaag is de oplevering van 8 stuks aftapmogelijkheden hier in een van de zijstraten van Leiding 20. En de bedoeling is natuurlijk dat de mensen nu beschikbaar hebben gezond drinkwater, wel nog niet in hun huis. Maar het is natuurlijk alvast een heel stuk ondersteuning om het zo aan te geven naar de gemeenschap. Dat ze dus wel nu bereikbaar hebben gezond drinkwater, weliswaar vlak voor hun huis. Sommigen moeten nog even een stukje lopen. Maar daarom gaan we natuurlijk ook kijken naar de infrastructuur hier. En dat is de weggedeelte. Die is er wel slecht aan toe. Dus daar gaan we zeker ook onze aandacht aan besteden. Omdat ook de gemeenschap hier heeft gevraagd voor een busverbinding. Via de DC is de mogelijkheid al gecreëerd om deze weg door te verbinden met Sunny Point. Dat is voor een deel ook al rond. Dus het loopt goed. En voor openbare werken ligt natuurlijk het werk weggelegd om deze weg hier begaanbaar te maken en te houden. En de goten moeten ook opgehaald worden. We merken natuurlijk dat een heleboel van de inritten, de overlopen, zwaar verstopt zijn. Vandaar dat sommige gebieden echt hoog, het water echt hoog is en andere weer heel erg droog. Dus je merkt natuurlijk dat er behoorlijk wat werk hier nog te verrichten is. Maar ik denk natuurlijk met een gezamenlijke inspanning vanwege de commissaris, het ministerie van Openbare Werken, maar ook ondersteund door de gemeenschap hier ter plekke zelf, dat het zeker mogelijk is om dit werk hier uit te voeren. Hoe zag de situatie eruit voordat de mensen geen water hier hadden te Leiding 20? Voordat ze geen water hier hadden, dan praten we over 5 jaren terug. Toen waren ze eigenlijk overgeleverd aan de natuur. Als het een beetje regende, hadden ze water. Ze moesten zelf water bestellen. Heel veel mensen deden dat niet. Er is een kreek die hier een kanaal, ja, en daarvan moesten ze het doen. Daarachter is er ook een kanaal en daar moesten ze het van hebben. Mensen gingen naar het kanaal om af te wassen, soms kleren te wassen. Dus ja, dagelijks was dat het beeld dat hier was. En toen hebben wij gezegd van dat kan niet langer zo doorgaan. Het is een groot gebied, laten we kijken hoe we een noodoplossing kunnen brengen voor de mensen. En toen is besloten om op de hoeken van de 3 hoofdwegen dan zo'n openbare tapkraan te plaatsen. Dat is dus toen gebeurd, dat is 5 jaar terug. Wat heeft u allemaal kunnen doen om te komen op dit moment? Nou, al heel gauw is gebleken dat die 3 kranen niet voldeden aan de behoeften van de mensen hier. Het waren lange rijen, wachttijden waren groot, iedereen moest heel veel emmers vullen, anderen moesten nog sjouwen met kruiwagens, kinderen die eronder leden. Elke keer als ik hier kwam, keek ik naar de situatie en ik dacht, nee, deze mensen moeten veel meer kranen hebben. In feite is het beste om het water voor de mensen op hun erf aan te sluiten of in hun huis aan te sluiten.
Maar helaas kan dat niet bij ieder, omdat het ook te maken heeft met een occupatiegebied. En we kijken van, ook al zijn het hier, betreft het hier mensen die niet beschikken over hun grondpapieren. Het zijn Surinamers, ze hebben recht op water als basisgoed. Dus laten we kijken hoe we verder hun nood kunnen helpen ledigen. Dus toen hebben we samen gekeken met SWM. We hebben het probleem voorgelegd aan meneer Oosterling van SWM. Die heeft nog 8 kranen geplot in het gebied. En toen zei hij van, met een goede spreiding natuurlijk, kijken waar de concentratie groot is, waar je de kranen het best kan projecteren. En toen is dat gedaan. En vandaag is de officiële opening van die kranen die erbij zijn gekomen. Sowieso zullen er nog andere veranderingen plaatsvinden. Zij die beschikken over de grondpapieren kunnen aanvraag doen voor waterleiding. Om hun huis te, in hun huis te, in, aan te sluiten of zo niet de erfkraan te plaatsen. En voor de buurt wordt er verder ook nog veel meer gedaan. De wegen worden aangepakt, de bermen worden gedaan. Straatverlichting komt ook nog eens nog in de pijplijn. Er is een heleboel gevraagd. Die verbindingsweg, daar hebben ze naar gevraagd. Dat is al in orde. En we kijken uit naar de uitbreiding van de busroute van Sunny Point. Zodat ook de mensen van Leiding 20 hier over een busverbinding kunnen beschikken. Want dat is ook niet het geval. Dus op die vergadering van Leiding 20 op 20 april, de vorige maand, hadden ze dit gebied aangegeven als te zijn waar ze te weinig tapkranen hebben om water te nemen. En ze hadden aangegeven die verbindingsweg, ze hadden aangegeven grondbeschikkingen, vuilophaal. Dus daar hebben we in ieder geval gewerkt aan een aantal van die dingen. Zoals vandaag aangegeven, vuil wordt niet opgehaald, is blijven steken. Want men moet ook de moeite nemen om te bellen. Het wordt zondag dan afgevoerd, dat is die afspraak gemaakt. Dus voor mij is van belang als deze dat men die problemen op tijd aangeeft, zodat wij daaraan kunnen werken. Ik begreep vandaag dat er nog 2 straten zijn die nog geen tapkranen hebben. Het is nog steeds occupatiegebied. Het is goed om dat te onderstrepen. Dus daarom zei ik de ene, ik neem wel kwalijk dat jullie in die vorige vergadering die 2 straten niet hadden aangegeven dat die ook geen water heeft. Want de bedoeling van de vorige vergadering was ook om aan te horen wat de probleempunten zijn. En aan de hand daarvan is er gewerkt. Maar voor mij ging men overboord. Nu we weten, dat is het lastige logistiek wijs. Als ze hier waren, kon men dat direct aanpakken. Dan gaan we even checken of die 2 straten zoals aangegeven dan alsnog wat meer tapkranen kunnen krijgen. En voor mij is belangrijk dat de problemen die aangegeven worden, dat wij zoveel als mogelijk daaraan werken om hun noden te verhelpen. Hoe voelt u vandaag hoe de oplevering heeft plaatsgevonden? Prettig. Ja, prettig. Wat kunt u me zeggen over de situatie voorheen? Voorheen deden ze het met regenwater, putwater. Er is een kanaal daar en ze maakten ook gebruik van die kanaal. En in 2014 had de regering Bouterse 3 kranen geplaatst. Maar die 3 waren te weinig. Ja. Hoeveel zijn er nu geplaatst? En nu 8 tapkranen op de hoeken, ja, van de straten. Wat zou u nog veranderd willen zien hier in Leiding 20? In Leiding 20 zou ik nog veranderd willen zien. De wegen vooral, die zijn heel onbegaanbaar. Een straatverlichting, dat is ook 1. En ze zijn momenteel ook bezig met de verbindingsweg van Sunny Point naar Leiding 20, zodat de bussen ook naar hier kunnen komen. En dan hoeven de mensen niet zo ver te lopen naar voren. Bent u ook een van de buurtbewoners die geen water had? Jawel, ja. En wat vindt u daar nu van? Nu heb ik water.